Nou, geweldig om weer terug te zijn. Mijn koffie is aan het afkoelen, die heb ik net gehaald. Dus jullie hebben perfect doorgelopen. Dan kon ik aan het einde nog even koffie halen. Die drink ik straks dan wel op. De collecte heeft opgebracht 533,86. En dat is 50% van wat we nodig hebben. Dus geweldig bedankt daarvoor. En mocht je bij de uitgang nog een deurcollecte verwachten. Ja, die is er niet. Maar er is wel altijd bij de Jij Daar website zo'n rekeningnummer. En dan kun je het zo opgeven. Ik zei dat zo gek van, dit is de helft, dat weet ik helemaal niet hoor. Ik weet niet wat zijn avond kost. Dus ga niet met de vroeging naar huis of zo. Wij gaan een stukje lezen, bidden en dan veel zingen. En ik zei al, dan wil ik graag bijvoorbeeld dat je zegt, ja, ik ben hier dankbaar voor. Hier zou ik een lied voor willen zingen. En dan geef je het lied door. Dan kan de beeldmensen, die kunnen dat vast opzoeken. Zodat we dat met elkaar kunnen zingen. En dan licht je toe waarom. En Ton die loopt straks door de zaal heen met een microfoon. En dan kunnen we zo daarover in gesprek zijn. Je kan gewoon op je plek blijven zitten. Dan is dat ook niet eng. Lekker in het donker. En dan krijg je de microfoon. We hebben net gezongen, Psalm 103. En die wil ik met jullie een stukje lezen. Psalm 103. En daar staat: Halleluja, loof de Heere, mijn ziel. Ik wacht even tot ze boven ook helemaal into bijbellezen zijn, want die zijn nog aan het settelen. Loof de Heere, mijn ziel. En alles wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft. We hebben het gehoord. Die uw ziekte, al uw ziekte geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw mond verzadigt met het goede. Uw jeugd vernieuwt als die van een arend. En dan nog even vers 8. Barmhartig en genadig is de Heere. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Wie is God? Hij is barmhartig, hij is genadig, hij is geduldig, hij is goede tieren, rijk aan goedheid en is trouw. Hij zegt dat zelf dat hij dat is. En zoals mijn zoontje dat vandaag op het blad schreef, weet je nog, zo mogen wij dat God voor danken, God voor bidden, om wie hij is. En ook dat is loven. Naar God toe gaan en hem prijzen om wie hij is. Zonder dat hij wat heeft gedaan. Laten we dat met elkaar doen. Heere God, wat is het bijzonder om tegen u te mogen praten. Onze woorden naar u uit te laten gaan. Ons hart op u gericht te laten zijn. Ik wil u bidden, Heere, voor ons allemaal. Dat we zo ons leven in uw dienst zullen besteden. Door u te loven met onze woorden, met onze gedachten en met onze daden. U die barmhartig bent. U die zo deelt vanuit uw bewogen hart, vanuit uw liefdevolle hart, met liefde bewogen hart voor ons. Voor ons zondaars, mensen wie we zijn. U die genadig bent, Heere, u die alle last van ons hart wilt wegnemen. Die alle zonde wilt vergeven en in de diepte van de zee wilt werpen. Wij danken u voor uw genade. Zo royaal. Zo verdiend. Niet door ons, maar door het bloed van de Heer Jezus. Het leven wat hij gaf. Door uzelf. Zo geduldig, Heere, als u bent. Dat als het na 1 of 2 of 3 keer nog niet begrepen heeft, dat u nog weer met uw liefde naar ons toe komt. Wij danken u voor uw geduld, voor uw goedheid, Heere, waar u ons mee zegent, iedere dag weer. En voor uw trouw, dat u ons vasthoudt, dat u met ons wilt trouwen. Heere, dat u ons de trouw belooft vanuit uw liefde. Wij danken u, Heere, voor wie u bent. Dat u naar ons omziet,
dat u ons leven geeft. En dat u ons perspectief geeft, ook over dit leven heen. We willen u bidden, wilt u in ons zingen en spreken, alles wat we doen, heren, ook in deze tweede helft, zo nabij zijn dat we mogen merken dat hier deze kerkzaal een werkplaats mag zijn van uw Heilige Geest om ons leven op te bouwen. En tegelijkertijd dat het een plek mag zijn waar u geloofd wordt. Heren, dat willen we u vragen. Alleen op grond van wie u zelf bent. Op grond van uw barmhartigheid, uw geduld, uw goedheid, uw trouw en uw genade. Amen. We gaan een lied zingen en dat is het lied Majesteit. En daarna zal ik vragen aan iemand van, wil jij het volgende lied opgeven en waarom? Dus we zingen één lied, het lied Majesteit, opwekking 181. Dat mooi om samen dat te belijden, dat dwars door de dood, en dat is werkelijk alles in meegenomen waar je dood aan gaat op een gegeven moment, dwars daardoorheen dat Jezus regeert. En daar, dat vind ik zo indrukwekkend om mensen te zien veranderen tegelijkertijd door de opstandingskracht van de Heer Jezus, maar ook de wetenschap dat als ik mijn laatste adem uitblaas, dat ik eigenlijk niet dood te krijgen ben. Dat ik leef omdat Jezus regeert tot in eeuwigheid. Een reden om te zingen. Een reden om te loven, om van te zingen. Die majesteit. Maar jij zegt misschien, nou, ik maak iets anders in mijn leven mee. Of ik moet aan iets anders denken. Waarom? Ik zeg van, joh, laten we met elkaar daarom de Heere loven. Wie mag ik het woord geven dat hij zegt, ik heb een heel mooi lied wat we daarbij kunnen gaan zingen vanuit mijn leven. Wie mag ik als eerste?
die een prachtig lied heeft. Kijk, hij staat nog niet aan, nu wel. Zeker wel, want deze ouders dat wil betekenen van God loven. En dit is een en al God loven, het nummer. En wij moeten God op nummer 1 zetten in plaats van mensen die erin. Wauw, Psalm 115, niet ons, maar uw naam alleen zij de eer. En daarom u de zegenkroon. Laten we die met elkaar zingen, u zult altijd voor ons strijden. U hebt uw trouw, dat is, achterin weet ze al bijna welk nummer het is. Iedereen, en weet u het al, jongens? Ja, dat wordt getypt. Ja, maar de nummer moeten we even weten voor de muziek. 764. Ah, dat zochten we. 764. Nee, 900 is er nog niet. Dan moet je bij Johan de Heer zijn, die had er veel meer. John the Lord. U zult altijd voor ons strijden. U hebt uw trouw getoond. Prachtig lied om te gaan zingen. En misschien weet jij een ander nummer, hè? Bijvoorbeeld van John the Lord of zo. Alles hebben we hier. Ja? Dus we gaan nu eerst deze doen. Een prachtig lied.
volgende lied dat jij zegt van dit is mooi om ook samen met elkaar te zingen? Wie heeft er nog een ander prachtig lied? Daar, ja. Psalm 139, vers 14. Doorgrond mijn kent, mijn hart, o Heer. Psalm 139, welke verse? Doorgrond mijn kent, mijn hart, o Heer. Oké, die. En doen we doen we de eerste en de laatste. Doen we de twee. En niets is, o oppermajesteit, voor u onbekend en voor u bedekt. En daarom doorgrond mij en ken mijn hart. Psalm 139, heb je nog woorden erbij dat je zegt van nou, daarom zou ik dat graag willen laten zingen? Dat troost is dat hij heel ons leven kent. Ja. Een machtige troost dat God ons leven kent. En daarom Psalm 139 gaan we met elkaar zingen. Denken aan een vrouw van, wat is ze? Volgens mij is zij 78. En zij komt op een gegeven moment, komt zij in contact met mij in het ziekenhuis, terwijl ik iemand die net in de gemeente komt, in Almere, helemaal niet christelijk of zo, die komt daar binnen en heeft een leven, joh, van heb ik jou daar, een klomp ijs om zijn hart heen, ijskoud. En ik kom bij zijn ziekbed en hij vertelde hoe hij de Heer Jezus had leren kennen. En hoe hij in die bewuste nacht het advies van mijn vrouw had opgevolgd om zijn hart aan de Heer Jezus te geven. Dus hij was hardop aan het praten en toen kwam er een verpleegster binnen en die zei, meneer, roept u mij of bent u aan het dromen? Hij zegt, nee, ik ben aan het bidden, mevrouw, wilt u zo meteen even terugkomen, dan kan ik verder met u praten. En op dat moment was hij zijn leven aan de Heer Jezus aan het geven. Vond ik zo'n indrukwekkend verhaal. En dus ik was er even bij hem. En toen was daar ook die bewuste, nou, hoe gaan we dat noemen?
noem eens even een damesnaam. Sarah, hartstikke mooi. Sarah, ja, want ze is hartstikke oud, tuurlijk. Hele goeie, Sarah. Sarah zat er ook. En wat gebeurt er met Sarah? Sarah die zit daar en ik ging Openbaring 21 lezen. Doe ik niet altijd, wel eens vaker in de voorbeelden dan gebeurt er wat, zeg maar. Maar hier ook, Openbaring 21, alle dingen nieuw. En ik ging ervoor bidden. En zij stond op voordat ik ging bidden. Zegt, moet ik weggaan? Ik zeg, nee joh, blijf lekker zitten, Sarah. Ik denk, nou, kan ze het gelijk meepakken, dat gebed. Zoveel zal ze niet bidden. Dus terwijl we daar in gebed waren, noemde ik die tekst uit Openbaring 21. Dat God perspectief gaf, alle dingen nieuw maakte. Ziekte verdween, dood er niet meer zal zijn. En aan het einde, toen ik amen zei, stond Sarah op en strekte haar hand naar mij uit. Tranen liepen over haar wangen. En ze zei, dit stond op de rouwkaart van mijn vriendin. En ik wil dit op mijn graf hebben. Waar staat dat? Ik zei, nou, dat staat in de Bijbel. Openbaring 21. Zullen we er samen eens over doorpraten? Nou, de beste man stierf. Een week later. En zij ging ik opzoeken. En ik kwam bij Sarah thuis. En we gingen over praten. En ze zegt, ja, mijn man is verdronken. Hè? Ja, en daarvoor had ik een man en die is door ziekte om het leven gekomen. En toen dat gebeurde, op mijn 19e, toen heb ik God maar vaarwel gezegd. Daarvoor was ik kerkelijk opgevoed. En nu heb ik nog belijdenis gedaan en ik heb een of andere tekst in mijn Bijbeltje staan wat ik kreeg. En die snap ik niet. Dus ik ben erbij gaan zitten. 78-jarige vrouw op de bank. Ik op de grond gewoon. Kleermaker zit met haar belijdenisbijbeltje. Johannes. En ik ging die tekst uitleggen en terwijl ik daarmee bezig was, kwam ze eigenlijk gewoon tot geloof. Leerde ze daardoorheen God kennen, haar belijdenistekst. Nooit begrepen, nooit gesnapt. Toen die middag, die vrijdagmiddag wel. Samen gingen we bidden. En terwijl ik eigenlijk alles bij God bracht, wat zij ook wilde, zoals Psalm 139 dat zegt, u weet alles, hier ben ik. Toen was ik op een gegeven moment klaar. En ze keek me aan. Ze zegt, nou Bert, ik denk dat ik het mijn vrienden en mijn familie dan maar ga vertellen. Kijk, God lover, hè? Dan krijg je dat. Die gaat het gelijk doorgeven. Heel eenvoudig. Ik denk dat ik het mijn familie en mijn vrienden maar ga vertellen. 78-jarig vrouwtje. Zo levend als maar wat. Vanwege de kijkers, zeg maar. Haar lichaam wil nog niet zo. Maar haar kijkers wel. Want het is nieuw gemaakt. Denk ik, wauw. En toen, dat sluit hierop aan, daarom wilde ik dit erbij vertellen. Zodat je het helder voor ogen hebt dat we een levende Here dienen. En niet dat die afwezig is of zo, want het gaat nergens over. Lees Psalm 139 maar. Toen kwam ze de zondag daarna in de kerk. En toen gaf ze het meest reformatorisch, sociaal wenselijke antwoord wat ze maar mij kon geven. En dat streelde mijn hart. Alleen het was zonder dat ze het wist en zonder dat er een enorm verhaal aan vast zat. Dus ze zegt op die zondagmiddag, we zaten aan de koffie voor de dienst. Ze zegt, Bert, ik slaap slecht. Het gaat wel elke dag beter met mij, heb ik het idee. Elke dag. Elke dag is het lichter in mijn leven, maar ik slaap slecht. Want zou je misschien willen spreken over de zorgen binnenkort? Want Jezus zegt, wees niet bezorgd. Ik zeg, ja. Maar waar maak je je dan zo bezorgd om? Daar ben je veel te oud voor, man. En Sarah zei, net, ik ben zo zondig. Al mijn zonden. Ik denk, jij zondig. Man, je bent Sarah. Je bent gewoon oud en een voorbeeld en top. Nee, ze zegt, joh, ik zie van allerlei dingen zie ik voorbij komen in mijn leven. En ik denk, wat moet ik hiermee? Ik zeg, Sarah, ja. Zag je dat vandaag ging de zon schijnen? Die ging pas schijnen, heb je gezien? Pas heb de zon weer geschenen, dus het licht komt weer aan de zomer. Maar dus ik zeg, de zon ging schijnen en die ramen waren vies. Wat, bij mij thuis, zei ze? Nee, ik zeg, ik had het nu over de ramen van mijn vrouw en van mij. Die waren smerig, joh, toen de zon ging schijnen. En ze zegt, ja, bij mij ook. Ik zeg, ja, maar de zon is in jouw leven gaan schijnen. Dan zie je van alles. En daarom de brug naar het volgende lied. En daarna mogen jullie weer, maar dit is mij ingefluisterd in de pauze door iemand. Die zegt, ik wil het niet zeggen, maar zullen we zingen? Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonde nu en reinig mijn hart. Dat is ook een loflied, zei die persoon tegen mij. Dus ik denk dat jullie die wel kennen, hè? Heer, ik kom tot u. En dan als die Sarah, als de zon is gaan schijnen. Helemaal niks voorwaardelijk dat je iets moet zien of kennen of voelen. Onzin. Onzin. Echt poen. Vergeet het direct. De zon moet schijnen in je leven. Heere, schijn met uw licht in mijn leven. En dan ga je vanzelf het licht zien en de zooi zien. En we gaan die zooi bij de Heere God brengen. Heer, ik kom tot u. Welk lied zeg jij? Die moeten we nu zingen. Hier is 1, 2, 3. Dus hier eerst vooraan. Blauwe t-shirt. Die jonge man. Geef de microfoon maar even door. Ja, ik wil graag Jurene de Jong zingen. En het is niet echt een loflied, zeg maar je ziet er wel heel sterk in naar voren komen. Hoe God voor je zorgt, ook al zie je heel diep in de put. Ja, precies. Dus het lied You Raise Me Up. Ik kijk even naar de mensen van het beeld. Hebben die dat lied... Ja, dat hebben zij. Hebben jullie het? Nou, kennen jullie het? Kom erbij staan en zingen mee. You Raise Me Up, want dan kan je niet blijven zitten. Raise up. Blijf zitten hoor. Oh.
mooi blijft staan. En ik moest mij upraisen naar boven, want daar schijnen mensen, maar dat zie ik niet natuurlijk. Dus daar is iemand die een lied op wil geven. En dat is... Ja, dat hoor ik. Maar welk lied? Hij doet het nu. Top. Ik wil graag lopen op het water opgeven. En dat is even een beetje door mijn winterdippen heen geholpen, waar we bij de avond mee begonnen. Ik heb er altijd goed last van. En soms lijkt het leven dan een beetje fragiel, net zoals de golven van de zee. Maar God leert je dan toch lopen over de golven. En dat lijkt me mooi om met z'n allen zo te zingen. U leert mij lopen op het water. Dat gaan we met elkaar zingen. En als die er is, weten jullie het nummer achterin? 789. Die staat er zeker net niet in. Nou, die... Ken je hem of niet? Nee, ik niet. Ik ben niet in functie, hè? Wij programmeren hem de volgende keer in, meneer. Ja. Eenmaal, andermaal. Welke? Licht, die hebben ze. Ja. Lichtstad hebben ze. Dat is bijna hetzelfde. Lichtstad en u leert me lopen op het water. Dus die kennen jullie. Dus die gaan we met elkaar zingen. Lichtstad. Oh,
lijkt alsof ik ogen in mijn rug heb, maar jij wilde ook een lied opgeven. En misschien dat je er van Willeke dan even de microfoon mag. Mag dat? Ja, mag. Oh, met oortje. Alles compleet. Ja, welk lied? Gehoord. En toen besefte ik me dat we als mens zijn echt wel heel klein en zondig zijn als we kijken naar wat God voor ons heeft gedaan. En als je dan die liefde van God mag kennen, dan is het ook wel heel mooi om uit te mogen zien naar de dag die ooit zou komen, de wederkomst van God. En daarom wilde ik heel graag met elkaar zingen, Ooit komt er een dag. Ooit komt er een dag. Hij wordt even geregeld. Prachtig om met elkaar zo aansluitend dingen die in je hart leven met elkaar te zingen. En dat gaan we nu ook doen. Ruimte voor één lied.
die iemand op wil geven. Ik zag daar nog een paar handen, maar die zijn inmiddels verdwenen, geloof ik, hè? Die handen zakken. En hier gaat er eentje omhoog. Waar nog meer? Wie heeft nog meer? Oh, wacht, ik heb er 10. Wacht. We hebben ook nog vrijzingen. Dan moet je even snel gaan naar steljevraag.tk. Dus geen vraag hoor, maar dit is steljevraag.tk op je mobieltje. Kun je ook nog liederen voor het vrijzingen zometeen? Oh ja, staat hij. Opgeven. Even kijken, nu moet ik kiezen natuurlijk. Maar wie wilde een lied opgeven? Waar is de man in de buurt? Oh, Ton. Ja, Ton. Geef mij iemand die jij voorkeur hebt. Ik mag niet kiezen, want dan krijg ik een hele boze gezicht. Maar hier vooraan zit er ook nog één. Jij mag kiezen. Ik heb mijn man. Ah. Ik wil graag zingen, zie hoe Jezus, hoe hij leidt voor mij. Alle strijd en dood nabij. Ook richting Pasen toe, dat Jezus voor onze zonden is gestorven aan het kruis. En het lied raakt me heel erg. En waarom? Ja, omdat hij voor mijn zonde is gestorven. En dat heeft hij persoonlijk voor mij gedaan. Ja. Echt in die angst, in die pijn. Ja, en nu zijn we vrij. Ja. Mooi om dat voor ogen te houden. Voor jou persoonlijk. Zie hoe Jezus leidt voor mij.
Hij die ons de toekomst geeft. Dat zongen we met elkaar. En wat voor toekomst? Dat is niet hier al een carrière met macht enzovoort. Prosperity. Maar dat is een leven eeuwig met hem. We zongen over een stad. Dat we onderweg zijn naar een stad. Daar wordt natuurlijk gesproken over het Nieuw Jeruzalem. Iemand zei van ja, tot die tijd hebben we nog wel wat te doen natuurlijk. Ga daarvoor maar in de stad wonen. Om een dubbele reden. Daar wonen heel veel mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Het zou mooi zijn als ze de Heer Jezus leren kennen, zoals we daar net van gezongen hebben. Maar kun je ook alvast wennen aan het stadse leven? Er zijn hier heel veel mensen van de dorpjes in het platteland. Maar het is goed om al te wennen aan het stadse leven als we onderweg zijn naar de stad, toch? Dus dat is heel belangrijk, denk ik. Nou, daarom ben ik maar vanuit Ermelo in Almere gaan wonen. Er zaten nog meer redenen bij, maar goed voorbeeld. Mag goed volgen. Dus onderweg naar een stad, in een stad wonen. Maar er gebeurt nog veel meer op het moment als straks die dag komt, die toekomst aanbreekt met God. En dat wil ik met jullie lezen als afsluiting uit Openbaring 5. Voor mij is dat, zijn er een aantal dingen zo machtig om naar uit te zien. En dat komt omdat ik in plaatjes, in filmpjes, in beelden denk. En de Bijbel is zo royaal in beelden over de toekomst, over hoe het zal zijn. En het is maar een beeld. En het zal altijd mooier zijn als dat wat er hier staat. Want het gaat ons voorstellingsvermogen te boven. En dan staat er zoiets moois. Er was een boekrol. Niemand kon die boekrol openen in Openbaring 5. En toen was daar een lam, staande als geslacht. Geen romantisch plaatje. Een lam staande als geslacht, dan staat er een lam overeind met wonden. Nou, we hebben er net van gezongen. Zie hoe Jezus lijdt voor mij. Dat lam. Het lam van God dat de zonde van jou weg wil nemen. En hopelijk misschien wel vanavond weggenomen heeft. En dat lam, die kan alleen dat boekrol openen. En de 24 ouderlingen, die vielen voor de troon van het lam neer. En de vier dieren ook. En ze brachten de gebeden van de heiligen bij God. En dan zingen zij een nieuw lied. U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en u hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, uit elke taal, uit volk en natie. Wauw. Van over heel de wereld. Overal vandaan. Gekocht door dat lam. En u hebt ons voor God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag, moet je nu opletten, en ik hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. Engelen, miljoenen, echt. De legioenen, als je dat in de Bijbel gaat uitzoeken hoeveel legioen engelen er wel niet moeten zijn, dat gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Zoveel engelen. Gemaakt door Jezus en gemaakt voor Jezus. En de dieren en van de ouderlingen. Dat geluid, daar hoorde die geluid van. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen. En de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. Dus een menigte van engelen, van schepselen, van mensen, die beginnen te roepen. Het lam is waard om alles te ontvangen. En dan denk je van, nou, dat is afgelopen. Maar dan is die ceremonie nog niet voorbij. Het is net als Psalm 150. De priesters gaan voorop en de rest volgt, zeg maar, om mee te doen om God te loven. En dit heb ik al, dat slotgedeelte heb ik al een keer eerder gedaan, 10 jaar geleden of zo hier. Alleen dan in andere ruimte. En dan staat er, en elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde, op de zee is en alles wat erin is, hoorde ik zeggen. Aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen.
En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Als ik dit lees, word ik zo enthousiast. Alles doet mee. Niet alleen die tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen engelen en die mensen rondom Gods troon, maar elk schepsel. En als wij symfonisch denken, en ik weet het echt hoor, want ik ben dirigent, ik heb koren, maar ook orkesten gedirigeerd enzovoort. Maar dan denk je symfonisch en denk je, hier moet een trompet bij, Psalm 150. Hier moet dit bij, hier moet dat bij, hier komt de fluit, hier komt het slagwerk. En dat gaat allemaal mee. Dat is Psalm 150 nog maar. Maar God denkt dimensies dieper. De engelen, die voor ons onzichtbaar zijn, die doen ook mee. En niet alleen de engelen zijn door God gemaakt, alles wat op de aarde is, elk schepsel, dus dat betekent de olifanten, de leeuwen, de tijgers, alles doet mee. En als ik dat aan mijn kinderen vertel, dan zitten ze zo te kijken, wat gaat er gebeuren? Ja, nou inderdaad. Sommige dirigenten die hebben een optreden gehad in het Dolfinarium. Wow, wauw. En op dat moment, weet je wat er gebeurt? Dan heb je You Raise Me Up bijvoorbeeld en dan tsch, vliegen al die dolfijnen de lucht in, weet je wel. Indrukwekkend. Maar op dat moment, zeg maar, iedereen valt als het ware voor de voeten van het lam. God en het lam neer. En zeggen, God en het lam is waard om alles te ontvangen. En dan krijg je zoiets bijzonders, dat heel de schepping meedoet. Dolfijnen, de zeeleeuwen, de tijgers, de olifanten met hun trompetgeluid. Wij kunnen het ons niet voorstellen. Maar alles wat in de hemel, op de aarde en in de zeeën is, alles doet mee. Alles voor het lam. Alles voor de schepper. Want, Colossense zegt, ze zijn door Jezus en voor Jezus gemaakt. Tot verheerlijking van hem. Ik hoop dat die symfonie, dat perspectief, dat die stad, dat je dat voor ogen mag houden. En dat we na het zingen gaan we dat ook staande zingen. En na het bidden gaan we dat ook staande zingen. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw. Straks, als er een nieuwe dag begint, als de hemel open gaat, dan gebeurt er iets hoor. Dan heffen we met elkaar. En denk er maar bij na alle schepselen. Alles doet mee. De merel, alles. En dan heffen wij dat loflied aan. Jezus leeft. Aan hem alle lof. Alle dankzegging, eer en heerlijkheid. En dan na dat lied, Jezus leeft in eeuwigheid, dan komt een afsluiter. En ik wil de muziekteam vragen, dat dan gaan we een soort van, in één keer zetten we dat in één keer door. En tegelijkertijd ook in hemel terug. Want wat gebeurt er dan? Terug in volume, hè? En dan zingen we, kroon hem met gouden kroon. Misschien, maar dat is een suggestie. Misschien moeten als dan alle instrumenten wegvallen en we het eerste couplet van kroon hem met gouden kroon gewoon helemaal zonder begeleiding zingen. Want dat stel ik me dan ook zo voor. Voor de troon van God. Want u alleen bent waard te ontvangen. Alle eer, kroon hem. Met gouden kroon. Alles stopt. Hij moet gekroond worden. Nou, dus zo sluiten we af. Daarna is er vrij zingen onder leiding van Tom. En voor de mensen die nog drinken willen, kan ook. En de volgende keer is wel de vierde zaterdag van de maand gewoon. Dus ik wil samen met jullie eindigen. Daarna dan houden we dit beeld in gedachten en dan zingen we Jezus leeft in eeuwigheid en kroon hem met gouden kroon. Laten we danken. Hoe machtig, hoe heilig, hoe heerlijk zal dat moment zijn, Heere. Als alles en iedereen meedoet om u de eer te brengen. Alles in de hemel, zoals Psalm 150 het al schetste, Heere, u te loven. Laat alles wat adem heeft, de Heere loven. Heere, ik zie er naar uit. En wilt u geven dat ons hart en nu en ons verstand, alles, Heere, en nu al in mee kan komen. Dat alle eer, alle rijkdom, alle wijsheid, alle sterkte,
alle heerlijkheid en dankzegging alleen voor u is. U, Heere God, om u alleen gaat het. En niet om ons, zoals in Psalm 115 we gelezen hebben. Heer, ik wil u bidden, wilt u geven dat in ons leven zoiets doorwerkt, dat we ons leven zo in uw koninkrijk zullen besteden als een instrument in uw hand, wat u looft en prijst en doet waarvoor het gemaakt is. Dat we een Godlover, een Godlover zijn. Dat we u lief hebben en loven met alles wat in ons is. Bewaar ons, Heere, ook als we onderweg naar huis gaan, dat we misschien nog door mogen zingen in de auto, waar dan ook. Heere, en wilt u ons morgen een hele gezegende dag geven. We willen u ook bidden, wilt u ons helpen om van uw naam te getuigen aan de mensen die u nog niet kennen. Dat we mogen uitleggen hoe geweldig het is om u lief te hebben en u te loven met ons leven. In woorden en in daden. Help ons daarbij, Heere. En richt ons op als we misschien gevallen zijn. En leer ons onze ogen te richten op het Lam, staande als geslacht, onze Heere Jezus. We bidden u dit vol dankbaarheid. In zijn naam. Amen. Jezus leeft in eeuwigheid.
is de avond, in ieder geval het officiële gedeelte, weer afgelopen. Hartelijk dank voor jullie komst en natuurlijk hopen jullie ook volgende maand weer te zien. 24 maart, hier ook weer in de kerk in Zeist. Heel hartelijk welkom om dan ook weer bij ons te zijn. En we gaan natuurlijk ook nog even door. Jullie hebben een aantal liederen opgegeven. En ik heb er weer een aantal uitgehaald die het meest voorkwamen. En ik noem hem gelijk even voor de muziek. 407 en 544. Hoe groot zijt gij? En daar werd ook door iemand wat bijgeschreven. Dus ik ga dat ook gewoon even voorlezen. Graag het lied Hoe groot zijt gij? Omdat ik mij verwonder over wie hij is voor mij. En omdat hij het zo waard is om gediend te worden. Absoluut. Met een prachtig hartje er zelfs achter. Hoe groot zijt gij? En het lied Meer dan rijkdom, meer dan goud. Echt een, ook wel een paaslied. Ik zag een paar keer in de lijst staan een paaslied. Die daar echt aan werd verbonden, zeg maar. Dat we daar naartoe gaan. En deze past er ook heel mooi bij.